Duitsland 1933. Adolf Hitler komt aan de macht. Wat hij wil is een duizendjarig rijk stichten gebaseerd op de Arische superioriteit. Nazi-Duitsland ontketent een wereldoorlog. België wordt 4 jaar lang bezet. Tienduizenden Belgen werken mee met het nieuwe regime. Hun kinderen zijn met ongeveer 300.000. Vandaag spreken zij, 6 afleveringen lang, over hoe de keuze van hun ouders hun eigen leven heeft bepaald. Onafhankelijkheid van Vlaanderen, dat is flauwekul. Het Germaanse Rijk, dat is wat belangrijk is. België barst, moesten we dan roepen. Of voor Belgique, nikske. Ben je niet bang? Wanneer ze dat hier zien en dat je hier in het Sint Maartensfonds zit. Na hun straf zoeken ruim 90.000 oud-collaborateurs opnieuw hun weg in de maatschappij. Velen hadden gecollaboreerd om een zelfstandig Vlaanderen af te dwingen binnen de fascistische nieuwe orde. Nu zetten ze die Vlaamse strijd voort, maar dan wel noodgedwongen binnen een democratisch kader. Gewoonten van voor de oorlog worden opnieuw opgepikt. Een aanzienlijk deel van de oud-collaborateurs blijft actief binnen de Vlaamse beweging. Na de eerste echte naoorlogse ijzerbedevaart in 1948, met als thema de verrijzenis, blazen opnieuw duizenden flaminganten jaarlijks verzamelen in Diksmuiden. Voor ons als tieners was dat... Man, dat was iets machtig. Er kwamen toch wel 30.000 mensen naartoe. Dat was iets waar je naartoe leefde. Er werd een autobus ingelegd met mensen die konden inschrijven, want wij hadden geen auto. En dan reden wij met een autobus met vlaggen erop. En dan, ja, dat was voor ons een feestdag. Met een picknick erbij, hè, want gaan eten, dat moest niet, dat ging niet. Je moest je boterhammetjes meenemen. En dat was een ijzervlakte met volk toen. Ja, dat was indrukwekkend. En dan die toespraken, ja, daar kregen wij de bobbels van op onze armen. We waren toen ze nog echt vol vuur. Hè. En mijn vader die had dat er altijd heel moeilijk. Die had zakdoeken in reserve bij... Die zong en die weende tegelijkertijd. Ik keek daar naar uit, want ik had daar ook verhalen over gehoord. Ik wist niet wat dat was, maar ik keek daar echt wel naar uit. Dus op een bepaald moment ijzerbedevaart en ik mocht mee. 10 jaar, zo fier als een gieter, mee. Voor mijn vader was dat heel emotioneel en heel belangrijk. En mijn moeder ging dan toch ook mee. En ik moet zeggen... Mijn vader is dan gestorven, maar wij zijn dan nog... Mijn man en ik zijn daarna nog altijd lang naar de ijzerbedevaart blijven gaan. Ook met ons kinderen. Ze zijn altijd mee geweest. En nadat hij gestorven was, was dat voor mij ook emotioneel. Omdat ik dacht, ik sta hier ook in naam van mijn vader. Zo voelde dat voor mij. Voor mij was dat emotioneel. Voor mij ging dat... Niet over de Tweede Wereldoorlog, ging over de Eerste Wereldoorlog. En ik heb dat altijd aangevoerd als een regelrechte vredesmanifestatie. Staat daar in 4 talen op die toren, nooit meer oorlog. En ik heb ook 5 dichte familieleden die in de loopgrachten gezeten. Mijn 2 grootvaders. 1 grootvader, zijn broer. Zijn 2 broers. En dan nog een onkel, een broer van oma ook. Dus... Ja, dat woog echt al zwaar bij ons thuis, omdat dat ook was gewoon om die mensen te herdenken, hè, dat we daar naartoe gingen. Dus dat was... Ik heb altijd keihard graag naar de ijsbedevaart gegaan. Ik vond dat, zeker als ik wat ouder werd, eind 10 of zo, weet ik nog dat ik altijd naar huis kwam met een soort van gevoel van... Het was goed om erbij geweest te zijn, op een of andere manier. Ja.
Het gemeenschapsleven van de oud-collaborateurs herstelt zich. De onderlinge solidariteit is groot. Er worden jeugdkampen georganiseerd waarbij Vlaamse jongeren, vaak uit repressiegezinnen, naar Duitsland trekken en omgekeerd. Op een moment werd er een kinderuitwisseling of iets dergelijks georganiseerd vanuit de gemeenschap van de collaborateurs of ex-collaborateurs. En wij werden geronseld en in een bus gestopt en naar Hameln verkast. Hameln, waar dan ieder van ons, van die kindjes, in een gastgezin terechtkwamen. Vaak bij landelijke situaties en zo. En het toeval wil natuurlijk, wat gebeurt er? Hein, die altijd al verwend is, die komt terecht bij een boerengezin, zo, een herenboer. Met alles erop en eraan. Grote boerderij. Alles wat nodig is. Heel warm, heel proper, chic. Picobello. En ik kom er echt bij een keuterboer van 80ste knopschat. Ik moet daar brei binnenwerken die ik nooit had gezien. Ik moest daarvan braken. Van het eten dat ze mij toen doorschoven. En na 2 dagen was ik zo ziek als wat en was ik blij dat ik uitgenodigd werd om mijn broer te gaan bezoeken, mijn broertje, bij die herenboer waar we dan frieten kregen, die ze zelf bakten. Dus dan vertelden wij hun hoe ze frieten moesten bakken, maar ze deden dat dan voor ons. Ja. Veel oud-Oostfrontstrijders voelen een sterke noodzaak om zich te verenigen. In 1953 krijgt zo'n zelfhulporganisatie vaste vorm in het Sint Maartensfonds, een van de bekendste verenigingen van oud-collaborateurs. Mijn vader is overtuigd Vlaams socialist gebleven. Was bij de oprichting van het Sint Maartensfonds niet daarbij effectief aanwezig. Maar onmiddellijk daarna heeft hij zich bij die groep van mensen die het Sint Maartensfonds hebben opgericht, heeft hij zich daarbij aangesloten. Is daar tamelijk snel ook secretaris geworden. De vader van Koen vocht tijdens de oorlog met de Waffen-SS aan het Oostfront. Hij sluit zich na de oprichting vrijwel onmiddellijk aan bij het Sint Maartensfonds. Ook de vader van Wim is lid. Dat was een feestzaal vol met Met mannen die Jan Hozel deed en die zat werd en die dan toespraken hielden en die dan soms die Duitse liedjes weer begon te zingen, als ze zat genoeg waren. In Duitsland was er wat dat betreft een verbod op tekens, op liederen enzovoort. Ja, en als die Duitsers hier kwamen, hier mocht gezongen worden, hier mocht alles getoond worden. Dus ja, die voelden zich uiteraard blij. Dat ze in zulke kringen het oude gedachtegoed nog eens konden oprapelen. Zij vonden eigenlijk dat een Belgische staat en al genoeg bij een pietje had gehad en al genoeg gestraft. En kijk, nu zijn wij hier onder ons en de deur gaat dicht en wij zijn hier onder ons en voilà. Dus daar werd daar al een keer een politiek niet correcte opmerking gemaakt of een stelling ingenomen en daar werd er dan ook over gediscussieerd. Dus ja, dat dat geen linkse beweging was, dat zal iedereen wel goed kunnen begrijpen natuurlijk. Hè. Dat was redelijk rechts. Hè. Je zag een soort vriendschap tussen die gasten die ik nog nergens anders gezien heb. Die gingen heel, heel hard aan elkaar. Ik denk dat vooral de mensen zelf, de Oostfronters zelf, enorm gelukkig waren dat er ergens in Vlaanderen een plaats was waar ze samen konden vertoeven en terugdenken aan de vrede tijden aan het Oostfront. Veel leden van het Sint Maartensfonds delen gelijkaardige herinneringen aan de oorlog. Dat verleden verwerken ze samen. Maar het fonds doet meer. Het verdeelt levensmiddelen en kledij onder behoeftige families, zamelt geld in, verstrekt protheses aan verminkten, levert hulp bij de zoektocht naar werk, spoort vermisten op en houdt huldevieringen voor gevallen kameraden en collaboratieleiders. Leden kunnen altijd rekenen op de hulp van het Sint Maartensfonds. Dat was niet ongewoon dat daar s'avonds om 22:00 iemand aan de bel ging. En die, ja,
die hulp kwam zoeken of die mijn vader wensen te spreken of mensen die op zoek waren naar iemand. Ik zeg het, Sint Maartensfonds had dan ook een aantal bevriende advocaten, een aantal bevriende notarissen die dan ja, konden verder helpen of raad konden geven om die technische problemen op te lossen. Er waren ook mensen die zeer zwaar financieel belast zijn geworden, beboet zijn geworden door de Belgische staat. Dat ging over, in die periode, dikwijls over miljoenen. Maar er waren mensen die erfenissen hebben aangenomen, die niet wisten dat 3 maanden later de Belgische staat er stond om de overschot van de opgelegde boetes te komen ontvangen. En dat waren mensen die, ay, dat zijn drama's geweest. Al kort na de oorlog werpt de CVP zich op als de partij die oud-collaborateurs in haar rangen wil sluiten. Duizenden potentiële kiezers wenken, maar verschillende oud-collaborateurs willen een Vlaams-nationalistische partij die dichter aanleunt bij hun idealen. Na enkele partijpolitieke experimenten ziet de Volksunie in 1954 het licht. Dus na de oorlog had de politieke partijen terug gevormd waren. Hoeveel dat er toen waren, dat weet ik niet. Maar toen is ook de Volksunie gesticht. En ja, ons werd ook gezegd van... Mannen, als je niet goed weet wat je moet doen, je stemt maar op de Volksunie. Daar heb ik aan meegewerkt, ook aan die oprichting van de Volksunie hier in Limburg. Allemaal jonge mensen die allemaal uit verschillende milieus kwamen. Dat waren niet allemaal mensen die met de repressie iets te maken gehad hadden. Daar waren het erbij, maar niet zoveel. Mijn pa is even actief geweest in de politiek, ja. Dus hij was onvoorwaardelijk Volksunier. Elke verkiezingen sowieso affiche aan ons venster van de Volksunie. Dat was dofies. Toch vinden niet alle Vlaamse oud-collaborateurs hun gating bij de Volksunie. Verschillende komen terecht bij andere partijen. Nog anderen blijven zelfs uitdrukkelijk trouw aan het nazistische gedachtegoed. Ja, dat is flauwekul. Onafhankelijkheid van Vlaanderen, dat is flauwekul. Het Germaanse Rijk, dat is wat belangrijk is. Je moet niet provincialistisch gaan doen, hè. Ah, nee. Dat is te min. Mijn vader is altijd veel meer een fascist geweest dan een flamingant. Het is ook daarom dat hij na de oorlog nooit echt een in de flamingantistische politiek is gestapt. België was klein, Vlaanderen was nog kleiner. Hij zag Groot-Duitsland, was Welthaufstadt Germania, wat Speer ging bouwen. Hij sprak perfect Frans en goed Engels, maar wat hij als zijn wereldtaal beschouwde, was Duits. En dat is nooit van hem afgegleden. Het is ook daarom dat hij politiek dakloos was. Zelfs toen de Vlaamse politiek zich langzaam respectabel heeft gemaakt enzovoort. Het was hem allemaal te klein. Verschillende Vlaams-nationalistische oud-collaborateurs sturen hun kinderen naar jeugdorganisaties als het VNJ, het Vlaams Nationaal Jeugdverbond. Voor wie nog een? De enige echte, onvervalste, onvervangbare, onverslijdbare Vlaamse leeuw. Tegen de prijs van 20 frank. Ik denk dat ik een jaar of 6 was, dus in 57, 58, hebben mijn ouders beslist mij naar een jeugdbeweging te sturen. En dat was aan de Blauwvoetvendels. Ik ben op een gegeven ogenblik overgestapt van de Blauwvoetvendels naar het VNJ. Op latere leeftijd kreeg je dan op weekends al wel eens de Vlaamse geschiedenis uitgelegd en gepresenteerd. De VNJ is dus opgericht in 1961. Ik ben daar nog toe gegaan en daar ben ik op 2-3 maanden tijd ben ik daar in leiding gezet, omdat ik in de Giro ook al leiding gegeven had. En dat was hier een klein groepje, het begin. En ik ben er nooit meer uitgeraakt uit dat VNJ. En nog niet. In die 55 jaar heb ik zowat alle rangen en functies doorgezwommen tot ik uiteindelijk verbondsleidster geworden ben. En dat heb ik 12 jaar gedaan. Jongens, kijk.
Bij ons is, telt vooral het uniform, de orde, de tucht en de discipline. Dus de orde, tucht en discipline. Ja, als iedereen nu begint te babbelen of zo in een openingsinformatie, dat trekt dat op niks meer. Dat is een echte warreboel. Een uniform is ook vooral belangrijk voor de verbondenheid van onze jeugdbeweging. Vermits we naar eenzelfde doel streven, moet het mogelijk zijn om iedereen een correct uniform te zijn. We dragen een grijs hemd. Een grijs hemd was vroeger grijs was de kleur van de adel. En dan een oranje das, onze verbondenheid met de Nederlanden. Dan dragen we een koppelriem. En dit is dus het vrije aanvaarden van de tucht die ons opgelegd wordt. Het VNJ was militaristisch in die zin dat wij elke week in geef 8 moesten springen als de leider dat riep. Dat is dus een militaire houding. Hè? Of het was dat, of interplaatsrust. Wij moesten ook aantreden. Wij moesten op een rechte lijn staan. Wij moesten met onze handen... uw handen moeten zo tegen uw been liggen en niet zo. Het uniform, daar was een overdreven heilig respect voor dat uniform. Het uniform, dat mocht bekend niet aan geraakt worden. We mochten blij zijn dat je het mocht aandoen. De tenten op kamp, dat moest in orde zijn. Was dat niet in orde, weer dat buiten gehaald. Dat moest opnieuw beginnen. Het moest gelijnd liggen, dat moest... Er waren nog strooizakken, dat moest allemaal even groot zijn. In onze riem moesten wij afmeten. Zoveel centimeter dat, en dat we hier gewend. Dat kwam onder controle, maar dat moesten we voor aantreden en zo. Wat zou het in orde zijn? De wedstrijd tussen de... Dat iets. Intussen zet de Volksunie haar strijd voort. Amnestie is een speerpunt van de partij. Regelmatig worden er massabetogingen georganiseerd om die eis kracht bij te zetten. Voor alle politieke veroordeelden in Vlaanderen, algemene amnestie. Het is wraakroepend uiteindelijk dat in een modern, humaan land amnestie een taboewoord is gebleven. Ondanks alle mogelijke initiatieven die er zijn geweest, heeft België nooit amnestie verleend aan de Oostfronters en de mensen die ooit veroordeeld zijn geworden. Eigenlijk was het, je hebt fouten begaan, maar allee, het is u vergeven. Ik heb geen fouten gemaakt. Mijn familie heeft geen fouten gemaakt. Die soldaten, die frontsoldaten hebben geen fouten gemaakt. Die hadden een ideaal. Dus waarom moet je amnestie vragen? Smeken voor amnestie. Alsjeblieft, vergeef mij dat ik geen fouten gemaakt heb. Nee. Je moet ook denken aan de slachtoffers van heel dat gedoe. Hè? Van al die mensen die omgekomen zijn in de Holocaust, die hebben geen mogelijkheid om amnestie te krijgen. Hè? Als dat mogelijk is geweest in Zuid-Afrika, als dat vandaag mogelijk is in Colombia, als dat in andere landen ook mogelijk is of nog aan gang is, waarom dan niet in België, wat uiteindelijk een zeer geciviliseerd land is? Maar het is dus als zodanig nooit gebeurd. Mocht België ooit amnestie gegeven hebben of geven, dan denk ik dat de verhouding tot die Belgische staat, die altijd nog een wanstaat blijft, maar zou toch iets anders zijn. Vooral voor de mensen die onder het uitblijven van die amnestie hebben geleden. Amnestie komt er niet, maar in de praktijk is de repressie halverwege de jaren 60 grotendeels beëindigd. Zo goed als alle gevangenen zijn vrij, schadevergoedingen worden verminderd of kwijtgescholden en de meeste mensen kunnen hun rechten terugkrijgen. Radicale meningen kunnen bovendien vrij verkondigd worden op straat. We
We hadden zo'n leider en dat was zelf ook een kind van Oostfronter. Dan ging hij zo de militaria-beuzen gaan afschuimen. En dan bracht hij allemaal van die uniformstukken mee van in de tijd, tijdens de oorlog van Duitse soldaten. En dan deden we dat allemaal aan, rugzakjes en zo, zakjes voor aan uw riemtangen en petjes en noem het op. En wij voelden ons daar eigenlijk goed bij en liepen wij zo over straat. Maar als ik daar nu op terugdenk, dat is toch onvoorstelbaar. Ten eerste dat wij dat al deden, in nazi-uniformstukken op straat rondlopen. Dus eigenlijk ben ik daar een beetje beschaamd in nu. Maar wat ik nog veel minder begrijp, is dat die ouders, waaronder mijn ouders, dat allemaal toelieten. Dat is iets dat ik nu nog altijd niet begrijp. Een van de ouders belt mij op en die zegt in het jongenslokaal... Eng de Alkenkruis, dat kan nu toch niet. In het VNE. Dat kan natuurlijk niet. Onze verbondsleider, die ik vertelde dat, ik gaf dat door. Ik zeg ja. En toen zegt hem, ik ga er naartoe. Ja, had die moeder gezegd die mij belde. De leiding groet ook mekaar. 'S Morgens, ook met de kinderen. Camille zegt hem, die doet zijn jas aan en die vertrekt naar dat heen, naar dat lokaal. Die gaan naar boven. Gasten zitten binnen in hun lokaal. En aan ene muur, ik heb het achteraf pas gezien, er hing zo'n gordijn zo ervoor. En die leider die staat er. En de verbondsleider gaat er achterdoor, toevallig, achterdoor. En doordat hij er achterdoor ging, schuift dat gordijn open, die doek die er hing en dat onder. Een hakenkruis. Daar. En dan heeft hem dus direct ingegrepen, heeft hem gezegd, voilà, ik moest dus direct leiding optrommelen van een andere groep voor dat over te nemen. Heeft hem die leiding bij ingeroepen en inpakken en wegwijzen. Eruit. Gedaan. En ik vond dat wat overdreven, want ik vond... Allee, je kunt er toch eerst over praten. Je kunt toch eerst zeggen van, waarom? Waarom doet het dat? Wie, waarom? Allee, maar nee, dat was direct... Dat kon niet. Eruit. Ik weet nog dat ik zo'n vriendje had en die had dan zo'n dolk van de Hitlerjugend, die Natta. En dan, ja, hij mocht dat dan wel mee hebben, maar hij mocht dat niet tonen. Omdat er een haakkruis, dat moest wegzitten. Dat moest in zijn zakje zitten. Moest dan in zijn broodzak zitten, ook zo'n uniformstuk van het Duits leger. Dan mocht hij mocht dat dan niet tonen, maar hij mocht dat dan wel mee hebben. Dus dat was een heel ambiguë... Wij zongen ook liedjes die achteraf bekeken... Nu heb ik dat opgezocht, die liedjes. Gewoon vertalingen van liedjes van Hitlerjugend. Voilà, van Duitsland, Nederlands. En wij zongen die liedjes zonder dat wij wisten wat dat vandaan kwam. En, ja. Dus eigenlijk moet ik het zeggen dat ik een grotere extremist was dan mijn pa. Wij zitten hier in Brabant, in het Brusselse ook. Daar zitten heel veel vreemdelingen. Mogen die bij het VNJ bijvoorbeeld? Antwoord ik. Dat is in principe... Kan dat, maar ik stel me daarbij de vraag of die hier inderdaad vinden wat ze zoeken. Elk kind van ons volk is welkom, moet welkom zijn in het VNJ. Wij moeten ervoor zorgen, als de kinderen uit de jeugdbeweging stappen, uit het VNJ stappen, dat dat Vlaams nationalisten zijn, dat dat eerlijke mensen zijn, kameraadschappelijke mensen, open mensen. Dat is het doel. Welke richting dat die in hun volwassen leven gaan. Dus er zijn er naar de politiek gegaan. Er zijn er naar de VMO, Vlaams Militantenorde. Dat is eigenlijk een militie was. Er zijn er die naar een actiegroep gegaan zijn. Er zijn er die de mindere radicalen naar het Davidsfonds gegaan zijn. Dat is hun keuze. Elk spelletje was altijd zo in een context van... We moeten daar nationalisten van maken. Dus betogerke. Dat werd dan ook gespeeld met de kindjes. En dan moesten wij betogen en dan leerden ze ons die slogans aan. België, barst, moesten we dan roepen. Of voor Belgiekske, nikske. En voor Vlaanderen, alles. Dat moesten wij dan roepen. En dan moesten wij zo... En dan was de andere ploeg, dat waren dan de flieken. En die moesten dan die betoging uiteentrekken. Dat was een spelletje dat wij spelen, betoogerken. Wij deden dat graag, hè. Dat vonden dat fantastisch. Hè. Wow, trekken en duwen en sleuren aan elkaar. Ja. Nee, wij zijn nooit... geïndoctrineerd geworden, bij manier van spreken. Nooit... Wij wisten in welke jeugdbeweging dat je zat.
Dus naar de IJzerbedevaart gaan was een must, was een verplichting bij manier van spreken. Daar afwezig blijven, dat was bijna een doodzonde. Maar hey, voor de rest waren daar geen abnormale verplichtingen of zaken die ze ons oplegden. Nu trekt mij er zo in aan, in de jeugdbeweging, maar toch ook vooral de ideologische strekking van het VNJ. Het rechtlijnige, zuivere Vlaams nationalisme. Niet links, niet rechts, rechtdoor. Dat is voor mij altijd een essentie geweest van heel het VNJ. Het zuivere Vlaams nationalisme. Ook de waarden die ermee gegeven worden, dus de beleefdheid, de kameraadschap, de trouw, als je iets doet, moet het goed doen er weer. Dat was het voor mij en ik heb mij er altijd heel goed in gevoeld. Een jeugdbeweging die zich uitspreekt voor apartheid, dat is toch wel van een rechtskaliber dat in 2017 toch... Dat stoot mij nog altijd tegen de borst. Maar ik was 14 jaar, ik wist niet beter. Wij deden mee, hè. Wij zongen al die liedjes en wij marcheerden met veel plezier langs de straat en de vlag voorop en de Vlaamse leeuw. En, ja. In 1969 slaagt het Sint Maartensfonds erin om in Stekene een ereperk aan te leggen voor gesneuvelde Oostfrontstrijders. Omdat die vaak begraven liggen in communistische landen, kunnen nabestaanden hun graf niet bezoeken. Zij willen een herdenkingsplek in Vlaanderen. De burgemeester van Stekene, Abdon Heijse, de vader van Cri, verleent daarvoor zijn toestemming. Daarin begrijp ik wel mijn vader, die zei, die jongens waren amper 15, 16, 17 jaar, werden opgetrommeld om te gaan vechten tegen het grote rode gevaar, het communisme. Waarom zouden die jongens... Het waren kinderen, zegt hij. Ik mag niet zeggen dat hij naïef is, want dan krijg ik mijn broer tegen mij. Maar ik denk dat mijn vader geen rekening gehouden heeft met de gevolgen die dat gingen teweegbrengen. Belgicistische oud-strijdersbewegingen protesteren onmiddellijk tegen het ereperk. Ze gaan bloemen neerleggen aan het monument voor de gesneuvelden van beide wereldoorlogen. Daar worden ze aangevallen door leden van de VMO, de Vlaamse militante organisatie. Ook later komt het nog vaak tot incidenten tussen voor- en tegenstanders. Tot vandaag. Er was een heel mooie inkompoort die begroeid was met rozen. Maar die inkompoort die heeft een paar keren in brand gestaan. En de rozen die zijn verwijderd geworden. Vernieling van de aanplantingen. Vernieling van de inkom enzovoorts. Dus, en... Het moet inderdaad nog altijd bewaakt worden, toch zeker op sommige momenten in de loop van het jaar. Pardon. No. C'est privé ici. Hij vond dat die jongens, die Oostfronts, die jonge Oostfronters, ook een herdenking moesten krijgen. Dus ja, dat is de geschiedenis. En Stekene zit met het Erepark. Net als hun ouders zetten veel kinderen van oud-collaborateurs de stap naar de politiek. We moeten ons bewust zijn dat de Christelijke Volkspartij de partij is die reeds jaren aan de macht is en dat al hetgeen dat Vlaanderen misdeeld is, dankzij hen is. Hier staat een pamflet wat gemaakt is. Ik verpersoonlijk dan. Herman Dille, vertegenwoordiger Lanaken. Herman Dille, onze kopman, is de grondlegger van de Volksunie-organisatie in ons kanton. Met de Volksunie vooruit voor zelfbestuur, voor baas in eigen huis.
Ik ben politiek actief geworden van het ogenblik dat ik thuis weg was. Ik heb mij voor de Volksunie ingezet tot op het laatste. Ik ben in het bestuur van Antwerpen Stad geraakt. Ik ben uiteindelijk secretaris geweest van Antwerpen Stad. Dan ga je verder naar het arrondissement. En zo klimt je verder op, bij manier van spreken. Ik ben zelf nooit politiek geëngageerd geweest. Dat zal je niet verbazen. Geen vlaggen, geen fanfares, geen wimpels, geen ideologie. Wat niet betekent dat ik geen ideeën heb, natuurlijk. Of dat ik mij niet engageer, dat is niet zo. Maar politiek engagement, nee. Toen ik in Zuid-Afrika was, was ik bij de Nationale Partij van Verwoerd. En, de apartheid, partij natuurlijk. Hè. En daar voelde ik me goed. Maar toen ik terugkwam, ja, na een paar jaar, was ik lid van de Volksunie. Op een bepaald moment, dan was ik iets ouder, dan ben ik gaan optrekken met de VMO, de Vlaamse Militantenorde. En die gingen in de tijd, in die periode, gingen die plakken voor de Volksunie, rond de verkiezingstijd. En ik ging daar dus mee, tot grote ergernis van mijn ouders. Niet omdat het de VMO was, maar omdat het altijd 's nachts was en altijd met mannen was. Dus dat vonden ze dat dat niet kon. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze mij niet konden tegenhouden. Ik ben er altijd, allee, toch heel dikwijls mee opgetrokken. Ook met incidentjes 's nachts, met plakploegen en zo. Maar dat maakt het avontuurlijk en dat trok mij wel aan. Maar ik deed het wel van ik vind dat heel Vlaanderen moest voor de Volksunie stemmen toen. Om te bereiken wat we wel wilden bereiken, dat onafhankelijk Vlaanderen. De Volksunie stond daarvoor, dus daar moesten we voor gaan. In 1977 wordt het Egmondpact gesloten. Er worden afspraken gemaakt over de omvorming van België tot federale staat. De Volksunie zit voor het eerst in de regering en onderhandelt mee. Binnen de Vlaamse beweging groeit er oneenigheid. Dan ben ik op een bepaald moment uit de Volksunie gestapt met het Egmondpact. Ik was niet meer akkoord met de richting die de Volksunie uitging. Je had daar bijvoorbeeld een Hugo Schilds, die dan in het buitenland, ik geloof dat het in Nederland was, een toespraak ging houden en zijn toespraak eindigde met Leven België. Dat was voor mij het einde. Dat was voor mij het einde van een politieker die dezelfde strekking heeft dan de partij waar dat ik in zat. Dat dus ook, want ik kwam uit de Volksunie. Ik heb dus definitief gebroken met de Volksunie. 2 jaar heb ik nergens bij geweest, politiek. En dan 2 jaar later ben ik lid geworden van het Vlaams Blok. Omdat ik was naar een meeting geweest waar Karel Dille, de oprichter van het Vlaams Blok, gesproken heeft. En die zijn toespraak, en dat was in Borgerhout, aan de Turnhoutse baan ergens, die zijn toespraak, dat was zo radicaal, zo rechtlijnig, zo van, zeg, dat is het. Dat is het. Dat is mijn strekking. Dat is mijn richting. Er ontstaat een nieuwe partij die zich veel radicaler opstelt dan de Volksunie. Het Vlaams Blok ijvert vanaf 1978 onomwonden voor Vlaamse onafhankelijkheid zonder compromissen. Kapot, kapot! Wij eisen voor Vlaanderen de zelfstandige en onafhankelijke staat op het volledige Vlaamse grondgebied. En degenen die zeggen separatisme, dat zal het verlies zijn van Brussel, die antwoorden wij: in de Vlaamse staat ligt Brussel en Brussel zal er nooit buiten liggen. Verkiezingen 91, het Vlaams Blok op weg naar een grote doorbraak in heel Vlaanderen. In november 1991 haalt het Vlaams Blok 12 kamerzetels binnen en breekt daarmee definitief door. Die verkiezingsdag staat bekend als Zwarte Zondag. Ondanks het politieke succes van de Vlaams-nationalistische partijen komt er geen eenheid binnen de Vlaamse beweging.
Er heerst voortdurende spanning tussen gematigde en radicale groepen. Op de ijzerbedevaart van 1996 barst de bom. Aanhangers van het Vlaams Blok en rechtsradicale groeperingen uit de Vlaamse beweging, waaronder het VNJ, beginnen te vechten, omdat de ijzerbedevaart volgens hen niet radicaal genoeg stelling neemt. Op de ijzerbedevaart van 1996 heeft VNJ daar gevochten, omdat ze niet akkoord waren met een modernisering die daar zou doorgevoerd worden. Al de slogans werden vervangen, logische slogans ook. Godsvrede, een woord niemand snapt, werd dan verdraagzaamheid. Maar ja, daar konden die gasten verdraagzaamheid, dat was een rode lap op een stier. Hè? Het woord verdraagzaamheid, daar waren ze allergisch aan, hè? Want dat was tegen hen. Hè? Het programma was altijd ongeveer hetzelfde. En in alle Vlaams-nationale bijeenkomsten werd op het einde van de activiteit de drie nationale liederen gezongen. Zijnde de Vlaamse Leeuw, het Wilhelmus en de Stem van Zuid-Afrika. En op een bepaald moment besliste het IJzerbedevaartcomité om de Stem van Zuid-Afrika, omdat daar nogal wat rond te doen was in verband met de apartheid, van dat niet meer te zingen samen met de twee andere nationale liederen, van dat te schrappen. Daar is heel veel protest tegen gekomen. Zodanig veel dat ze dat verplaatst hebben, maar ergens naar het midden van het programma. En wij noemden dat weggestopt. Dat moest weggestopt worden omwille van de boycott tegen Zuid-Afrika. Ik was toen verbondsleidster van het VNJ. En wij waren daar, ik geloof, met 700-800 VNJ'ers aanwezig. Met onze muziekkapel. En wij kregen het verbod om de mensen van de muziekkapel hun instrumenten, hun trommels en trompetten, mee op de wei te nemen. Dus die ijzerbedevaart was gedaan. En dan hebben wij gezien om elkaar van zeggen, oké, kust is veilig, wordt niet meer gestoord. Het VNJ mag afmarcheren met de kapel, zoals ieder jaar. Op een bepaald moment waren die bezig en die oud-strijders die blijven staan, die stoppen, die zien die kapel, die stoppen. De kapel marcheert door, die oud-strijders draaien zich om, waren wel de Vlaamse oud-strijders, de Vossen, die draaien zich om, die wachten naar ons muziekkapel en van het moment dat die er vlakbij zijn, beginnen die met hun vlaggen te slagen naar die mensen van die muziekkapel. Die hebben zich proberen in te houden. Jonge mensen. En ja, er is er ene met zijn trommelstok beginnen slagen en de rijkswacht erbij. En er is dus een kortsluiting geweest daar. Ze hebben daar op de ijsbedevaart, ja, zijn die daar beginnen vechten. En dan is voor mij echt in een soort van woede, heb ik mij daarvan afgekeerd. Ja. Wat ze daar gedaan hebben, dat is een jeugdbeweging onwaardig. Hè. Beginnen vechten op een vredesmanifestatie, zeg. Kon ik niet bij, ik. De opkomst van het nazisme en het fascisme, dat waren identiek dezelfde methodes. Er is daar geen zier aan veranderd. Als je de geesten niet kunt winnen, dan sla je op de mensen. Na die vechtpartij is er een schisma ontstaan eigenlijk. Dan heeft de radicale vleugel, de extreemrechtse vleugel, hebben een soort alternatieve ijzerbedevaart opgericht. De ijzerwaken. Radicale Vlaams-nationalisten verzetten zich tegen de gematigde stellingen van de vernieuwde ijzerbedevaart. Zij komen samen op de ijzerwaken, onder het motto Trouw aan het IJzertestament.
wat er juist tussen die twee groepen gebeurde, daar was mijn man radicaal tegen wat er gebeurd is. En wij hebben dan, mijn man en ik, hebben dan gekozen om naar de IJzerwaken te gaan en niet meer naar de IJzerbedevaart. Is de IJzerwaken in Steenstraten. Ik was toen verbondsleidster van het VNJ. Ik heb dat dus ook mee georganiseerd. En ik heb daar ook zelf een toespraak gehouden waar ik heel hevig en heel sterk gepleit heb voor eendracht binnen de Vlaamse beweging. Het was weer eens binnen de Vlaamse beweging dat er een tweespalt kwam, dat er ruzies waren. Jammer voor die tweespalt. Er geraakte geen stap meer vooruit. Binnen de Vlaamse beweging weerklinken ook andere stemmen over het oorlogsverleden. In 2000 spreekt historicus Frans Jos Verdoot, zelf zoon van een ter dood veroordeelde collaborateur, het zogenoemde historische pardon uit. Het is een pardon dat aan beide zijden van het oorlogsverleden moet uitgesproken worden. Een jaar later wordt Johan Sauwes, op dat moment Vlaams minister voor de Volksunie, gespot op het jubileumfeest van het Sint Maartensfonds. In de zaal hangen verwijzingen naar het nazisme en het SS-verleden van vele aanwezigen. Mijn lieve kameraden en kameraden van Duitsland en Oostenrijk en die Schweiz en die Duitssprachige deel Belgiëns. Die kameraden uit Denemarken, uit Letland, uit Finland. We feiern heute das 50-jährige Jubiläum unserer Organisation, der ehemalige Ostfrontkämpfer, und werden dabei auch allen gedenken, die ihr Leben für ihre Ideale und für ihr Vaterland gegeben haben. De coalitiepartners laten Sauwes vallen. De minister wordt tot ontslag gedwongen. In 2001, Johan Sauwes, die op het 50-jarig jubileum is van het Sint Maartensfonds, die daar met pek en veren wordt ingesmeerd, die ontslag heeft moeten nemen. Ik was daarbij, uiteraard. We zaten naast elkaar. Ik kende Johan heel goed. Hij was toen minister, een volksminister. Hè. En ik zei tegen Johan, ik zei, Lee, ben je niet bang? Wanneer ze dat hier zien en... dat je hier in het Sint Maartensfonds zit. Dan zegt hij, waarom? Er staat toch niks aan? Ja, hij had het wel zitten, hè, een dag daarna. Hè. Koen Pauli is ervan overtuigd dat de aanwezigheid van Sauwes misbruikt is door het Vlaams Blok. Zijn zekerheid? Een nogal krasse uitspraak van een Vlaams Blok-sympathisante. Een dame die binnenkwam en haar ongenoegen uitte ten overstaan van andere mensen rondom mij dat Johan Sauwes aanwezig was. Maar dat intussen de morgen al verwittigd was om foto's te komen nemen. Dat heb ik dus pertinent gehoord. Dat staat vast zoals een paal boven water. U bent er eigenlijk van overtuigd, u gelooft er in elk geval sterk in dat het Vlaams Blok dit als opgezet spel heeft georganiseerd? Volgens mij wel, ja. Het Blok heeft volgens mij bewust de Volksunie en of de minister, maar vooral de minister en of de Volksunie, eigenlijk willen gaan in die zaak volgen. Ik heb Johan Sauwes ook voor televisie verdedigd en gewezen hoe dat het daar volgens mij gegaan was. Het gevolg was dat ik ontslagen ben geworden als bestuurder van een sociale woningbouwmaatschappij. Dat ik in de provincieraad het voorwerp ben geweest van een ijzona uitsluiting. Dus 50 jaar nadat ik geboren ben en langer dan 50 jaar na de periode
dat alles gebeurd is met mijn ouders, niet met mij. Alleen omdat ik mijn ouders verdedigd heb. Onvoorstelbaar. De Volksunie spat uiteen. De N-VA neemt de fakkel over en verzamelt de meeste voormalige VU-leden. Mede omdat ik heer Bourgeois kende. Als zijnde een halve neef van mij. Ik zei tante en onkel tegen zijn moeder en vader. En zo ben ik van het begin af ben ik bij de N-VA terechtgekomen. En nog steeds. Hoewel vandaag enkel het Vlaams Belang de amnestie-eis nog tot grondslag van de partij rekent, reist de associatie met het oorlogsverleden ook met de N-VA mee. Mijn eigen grootvader was lid van het VNV, de Vlaams Nationale Partij, die massaal in de collaboratie is gestapt. En ook in deze wil ik het verleden recht in de ogen kijken. Deze collaboratie was een vreselijke fout, op alle vlakken. Het is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het Vlaams nationalisme die deze stroming onder ogen moet zien en die het nooit mag vergeten. Ik herinner mij in mijn jeugd, en dan spreek ik van de jaren... ik was 12 jaar, 63. Dan heeft er een organisatie Vlaamse identiteitskaarten uitgegeven. En daarin werd gesteld dat... Men hoopte dat dat zou verwezenlijkt worden voor het jaar 2000. Dat was in de jaren 60, was dat dus afschuwelijk ver afgelegen. Maar we zijn intussen 2000 al ruim voorbij. En de Vlaamse identiteit bestaat nog altijd niet. Er is nog altijd geen verwezenlijking van dat Vlaams, van dat Vlaanderen. Dus hoe lang gaan we er nog moeten op wachten? Het nationalisme en de godsdienst zijn in feite de oorzaken van vele oorlogen en van vele rellen en betwistingen tussen mensen. En ik heb dat er niet voor over. Ik vind dat dat een verkeerde keuze is. Dus ik tracht ruimer te denken dan alleen maar mijn Vlaanderen en mijn land. Zoals mijn ouders dat wel deden, hè. Ik surf nog op de golf van de opluchting die ik voelde als ik daaruit gestapt ben. Ik voel oprechte opluchting. Oef, ik ben dan nu weg. Ik moet geen Vlaams nationalist niet meer zijn. Ik hoef dat niet meer te verdedigen. Ik hoef daar voor mijn eigen geen standpunten meer. Ik hoef geen mening niet meer te hebben. En dat was een grote opluchting. Ik kan me nu enkel op mijn muziek focussen. Het moet zijn, als ik daar nu op terugkijk, begrijp ik dat zelf niet goed, dat ik daar geen sterke standpunt heb kunnen innemen. Dat is precies dat zo druppelsgewijs gekomen is bij mij, dat besef. Want als ik nu iemand op café zo van die moppen over vertel, hak ik daar altijd tegen in. Dan zeg ik altijd van ja, dat kan echt, dat niet tot een beugel kan, dat dat geen humor is. Dus, maar dat deed ik toen niet. Ik lachte mee. Hè. En deed mee eigenlijk, zonder een beetje met een dwaze kop eigenlijk, ja. Als slot zou ik eigenlijk alle Vlamingen willen oproepen om hand in hand samen te vechten. Misschien een vies woord. Te strijden, te kampen voor dat onafhankelijk Vlaanderen. Ik vind het ergste wat er is, dat is de verdeeldheid onder de Vlamingen. Daar zou iets moeten aan gebeuren. Eén man, twee man. Een grote leider die opstaat en die zegt, mannetjes, kom eens allemaal rond de tafel zitten. Laat ons nu eens opschrijven en zeggen, wat kunnen we samen doen? Waar kunnen we als één geheel achter staan? En al de negatieve kanten even weglaten. En zeggen, daar gaan we nu voor. Samen, hand in hand, naar die onafhankelijkheid. Het zou mooi zijn voor ik sterf. Toen zag ik op tv beelden over de uitroeiing van Joden en Zigeuners. Ik dacht, wat is dat? Je ziet dan zo'n documentaire, dat loopt daar vol met SS'ers die mensen vermoorden op de meest gruwelijke manier. En mijn eigen pa is ook een SS'er. Dat kon ik niet plaatsen. Kan u verzekeren dat het er bij mij wel in ging? En dat ik toen echt
heel diep gezeten heb, mentaal. Omdat ik toch altijd die schuldvraag van, hebben mijn ouders het geweten?